Goedemorgen, daar ben ik weer. Ik ben dus Karin. En speciaal voor de groep Photoshop en Lightroom samen leren, ga ik nu laten zien hoe je een preset kan maken in Lightroom. Het lijkt allemaal heel ingewikkeld, maar eigenlijk valt het allemaal best mee. Deze foto heb ik wederom in Blijdorp gemaakt. En ik wil daar iets aan veranderen. Nu zagen we in de groep een actie in Photoshop, waarbij de foto qua kleurtonen iets ouder was gemaakt. En ik ga laten zien dat je hetzelfde kunt bereiken in Lightroom. Wat ik altijd als eerste doe als ik een preset ga maken, is van de foto een kopie maken. Dus een virtuele kopie, waarbij mijn originele foto dus helemaal ongemoeid blijft en ik in de kopie aan het werk ben. Dus je behoudt altijd je foto. Let wel, die kopie staat alleen in Lightroom. Pas als je hem opslaat, zal die ook in je map terechtkomen. Nou, we willen hem wat ouder krijgen. Dus we gaan beginnen. Met de, in dit geval de U. Ik werk met de Engelse versie. Dus ik leg het wel in het Nederlands uit. Maar het is de Engelse versie om te bekijken. Met de schuifjes speel je een beetje. Voor zover de kleuren. Ik zie daar nog wat paars. Dat paars, dat wil ik eigenlijk helemaal niet erin hebben. Dat zijn de bloemetjes. Dus die bloemetjes die gaan we even een ander kleurtje geven. Maak het wat rozer. Saturatie mag wel hetzelfde blijven. Zo. Nu is ook dat hele overdreven paars. Het groen hebben we dus iets geler gemaakt. Het geel iets meer oranje. Dat kan wel iets minder. Het oranje maak ik iets geler. Dat is meer voor de rotsen daarachter. Je kunt zien dat daardoor de kleur iets verandert. Saturatie had ik al naar beneden geschroefd. Nou, wat wil ik nou nog meer in deze foto? Ik wil eigenlijk dat mijn aap er wat meer uitspringt, zeg maar. We kunnen de temperatuur hier voor de hele foto nog ietsje warmer maken. En dan gaan we nu lokaal wat veranderingen aanbrengen. Nee, voordat we lokaal wat gaan doen, gaan we nog even naar de hooglichten en de schaduwen. Dan gaan we hier eerst de saturatie van opzoeken. En zoals je ziet is die erg oranje. Dus die gaan we veranderen. En die gaan we wat meer naar de groene kant. Een beetje geel-groenige kant. En dan gaan we bij de schaduw gaan we hetzelfde doen. En die houden we juist wat aan de rode kant. Want groen en rood staan tegenover elkaar in de kleurencirkel.
En die twee kleuren vullen elkaar aan. Het is altijd handig, ook als je bijvoorbeeld een manipulatie van een foto doet, om je te realiseren dat licht en donker niet wit en zwart is in een foto. Er zit altijd kleur in. En om dan tegenliggende kleuren uit de kleurencirkel te gebruiken, zorg je dat die kleuren elkaar aanvullen in plaats dat ze elkaar gaan tegenwerken. Rood en groen zijn zulke kleuren. Zoals je ziet is de hele foto al, ja, een soort van ouder geworden. Dus nu gaan we terug naar de lokale. Ik ga een radiaal filter pakken. Je ziet het, er staat er al in. En die ga ik om de aap heen zetten. En die hou ik een beetje aan de lichte kant van de aap, dus waar het licht vandaan komt. En dan ga ik hier de clarity wat opschroeven. En als je kan goed kijkt, kijk, zo is hij minder. En nu is die, wordt hij wat, ja, hij popt wat meer. Nu vind ik dit stukje wel erg licht door het licht. Dus ik ga de hooglichten ietsje terugbrengen. En ook het wit ga ik iets laten zakken. Zodat hij wat minder schel is in de overgang. Nou, we hebben hier een heleboel zwart. Dus we gaan niet de zwarte ook naar beneden doen. We gaan de zwarte eigenlijk iets omhoog zetten. En ook de schaduwen gaan we iets omhoog zetten. Zodat er weer iets meer zichtbaar wordt van de achterste poot. En ook van het schaduwstuk onder het hoofd van de aap. Nou, dat is deze. Nu heb ik hier lichtinval aan de rechterkant. En ik denk dat ik daar nog wat extra licht in me laten vallen. Dus dat gaan we op deze manier doen. Het gaat er alleen niet om dat de hooglichten nog hoger worden. En ook dit hoeft niet hoger, want daar gaat het niet om. Maar ik kan hier wel de temperatuur wat aanpassen. Dat is te veel. Iets groter maken nog. Ietsje laten zakken. Nou, hij hoeft niet scherper te worden. Ik kan eventueel met saturatie kan ik mijn geel nog iets opschroeven. En ik wil dat hij ook op de aanvalt. Hier kun je zien wat het bereik is van wat je aan het doen bent. Ik denk zelfs dat ik hem ietsje naar beneden schroef. Zo. Dan gaan we de foto wat dichterbij halen. Dan kunnen we hier een beetje zien wat er onder die oogharen gebeurt. Daar gaan we een nieuw radiaal filter voor gebruiken. Waar nu nog helemaal niks in staat. En dan gaan we de schaduwen gaan we iets opliften. En als je goed kijkt, zie je dat het onder het oog wat lichter wordt. Verder staat op 100. Zo. Dat wil ik ook bij het andere oog. Daar ga ik niks anders aan doen. Want omdat hij al donkerder is,
zal die ook donkerder blijven. Dus ik heb hem gedupliceerd. Ik sleep hem nu naar de andere kant. En nu zet ik hem hier. En je ziet, omdat het hier donkerder is, dat het meer opvalt dat ik dat gedaan heb. Dus hier gaan we de schaduw iets terugbrengen. Zodat het wel mooi overeen blijft komen met de rest van de foto. Nou. Dan hebben we hier de originele foto. En hier de bewerkte foto. Dus van nieuw naar oud. Dan ga je naar Develop. En dan zeg je nieuwe preset. En dan noem ik de preset Old School Brown. Nou, die zet ik in dit geval in mijn eigen preset. Je kunt aanvinken of je de auto settings die je nu gebruikt hebt ook op alle andere foto's wil gebruiken. Hoeft natuurlijk niet. Ik doe het meestal niet, want iedere foto is natuurlijk anders. En dan zeg je creëer. En dan heb je een preset gecreëerd. Als ik nu hier, en ik heb een hoop presets hoor. Kijk. Dat is Old School Brown op Old School Brown. Dat willen we dus niet. Maar als ik hem nu selecteer. Zul je zien dat de foto direct hetzelfde is. Nou ja, hier kun je ze in je favorieten zetten. Hij slaat hem automatisch op je preset. In je presets folder. Daar kun je hem dus ook weghalen. En eventueel met een aantal anderen een heel eigen presets map ervan maken. Op die manier kun je hem zelfs delen met anderen. Dit is Old School Brown. Het is niet dezelfde kleuren als de foto die in de actie te zien was. Maar het gaat meer om het idee hoe je dit kan doen. En je kunt het vervolgens op iedere foto toepassen. En mocht de lichtval niet goed zijn, of de ogen, zoals in deze foto zitten de ogen ergens anders, dan ga je naar dat radiaalfilter. En als mijn Lightroom dan een beetje mee wil werken, en dat doet het automatisch dus lekker niet nu. Zo. Hij doet heel vervelend, zoals je kan zien. Daar heb ik wel vaker last van. Dan doen we het even op deze foto. Dan zie je dat alle punten weer zichtbaar zijn. En door erop te klikken kun je deze opnieuw gaan aanpassen of verplaatsen naar de plek waar jij op die foto het licht nodig hebt. Of juist niet. Je kunt ze ook verwijderen. Geen probleem. Kijk, delete. En hij is weg. Dus op deze manier maak je een preset. Deze resetten we even. Zodat hij weer is zoals hij was. En dan is het klaar. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Een preset maken in Lightroom. Dus of je nu Photoshop hebt of niet, je foto van kleur laten veranderen kan altijd in Lightroom. Gemaakt voor de groep Photoshop en Lightroom samen leren. Vind ons op Facebook. Word lid als je vragen hebt. We helpen je graag. Tot de volgende keer.